Loetje is na een paar weken in een wisselwoning weer teruggekeerd in zijn gerenoveerde huis. Het bouwbedrijf komt controleren hoe de woning is opgeleverd. Loetje heeft nog wel wat op- en aanmerkingen. Ik zal even een lampje aandoen. Kijk, maar als je nou ook, hè, met deze gekke verlichting ook, hè, als je dan kijkt. Hè, maar René, daar hebben we niet over gezegd, want ik vind, maar als je dan met deze lijn kijkt en hier ook, hè, naar het plafond toe, dan denk je ja. Hier het hoekje dan. En dat zie je dan misschien door het licht wat sneller of wat anders. En dan denk ik, maar ja, schei je uit, joh. Maar met zijn strijkplek zie je dat helemaal goed zo. Maar goed, is opgelost. Ja, ik heb hier vrede mee. Ik bedoel, dat is het probleem niet zo. Hé, maar je ziet hoeveel mokkels ik op de camera heb, hè, jongen? Ja. Ja, je boft maar. Ja, je boft maar. Ja, ik mag even kijken. De bathroom. Als ik hier in de huisje kijk, vind ik het ook niet netjes. En ik ben niet zo'n prutkut, maar... Of zie ik dat verkeerd? Of zeg je van, nou, ik vind het heel netjes zo? Ja, dat is wel wat grof. Ja. Hier die hele rand zo vol is, dan zie je dat hij een beetje los gaat en raar gaat doen met jou. We lopen hem even een keer naar, Lot. Ja. Ja. En normaal weet ik niet zo, maar ik sta onder de douche en de stik zo te kijken. Elke keer kijk ik er weer naar, denk ik. Maar, Lot, die gaat er wel. Dat lichtpunt moest een bepaalde plek uit de wand komen. Dat heb ik wel zelf gedaan, hè? Lamp opgangen? Nee, die doos. Ja, dat is helemaal verkeerd gaan. Want die Niels was hier aan het werken met die Paul. Hè? Maar Niels had op die dag broken car, zei die Paul. Dat is het enige wat hij kon zeggen. Heb ik het veranderd, heb ik die rotsje allemaal eruit getrokken, losgemaakt, heb ik het op de goede plek gehangen, heb ik dat plaatje, dat plankje aangepast. Ja. Hij zat te kijken, ik zeg zo, en not anders, right so. Weet je wel? Nou, ja, je ziet het toch? Helemaal goed. Maar ik heb er niet gelogen dat mijn lampje goed moest hangen, of niet? Ja, nee, maar hij hangt goed nou. Ja, ja, maar dat was waardeloos. Maar ja, dat zeg ik. Als die jongens hier lopen, wie niet kunnen praten en geen Hollands kunnen lezen of net wat, dan wordt het moeilijk. Hè? Want ik had op de muur aan het plafond geschreven. Maar vooral als een dag Niels er niet is. Ja, Niels was er toevallig niet. En toen kwam ik, denk, krijg de pleuris, jongen. Ja. Ik die rotsen eruit gesloopt, stond niet te kijken. Ik zeg, grote haak erin, weet je wel. Ja, nou, ja. Lekkage van deze radiator is opgelost. Hadden we dat lekkage? Ja, dat staat hier. Oh. De belangrijkste gebreken worden ter plekke opgelost. Loetje snapt dat hij met sommige dingen genoegen moet nemen. Wat zie je om je heen dat het doet met de mensen in de buurt? Dat ze nu een jaar in een bouwput zitten, nog afgezet van zichzelf? Klagen. Klagen. Ja? En klagen. En mouwen. En het duurt lang. En dat is de afspraak niet. En zo zouden we het niet doen, en we zouden het zo doen. En wanneer kom je bij ons? En wanneer maak je het af? Nou ja, een hoop dingen hebben ze ook wel gelijk. Het ziet er ook soms helemaal niet uit. Dan hebben ze daar weer hekjes geplaatst. Kijk naar die afdakjes die ze overal hangen. Ja, het staat allemaal nergens op, man. Het ligt nergens op. Ja, dat is architect, die heeft het verzonnen, hè. Ik wil het bij hem thuis wel eens zien. De afdakjes die Loetje bedoelt zijn de metalen rekken boven de deur. Bedoeld om nieuwe en oude woningen eenzelfde look te geven. Kijk. Wat is dat? Dit is een stuk smeedijzer. Dat komt van de bouw af hier, van het slopen. Dat hebben mijn schoonzoons voor me opgehaald. Dan had ik zoiets verzonnen. Dat ik dat zo hieronder maak, zie je? Nou. Zoiets had ik zoiets verzonnen. En als het op kleur is, dan poren dat toch, of niet? Hartstikke chic. Denk ik. En zoiets, zo probeer ik het een beetje te verzinnen. Nou, ik zie zat situaties er weer, dan zie ik niet dat ik gerenoveerd is. Hè? Hetzelfde soortje weer voor in het aanleg als vorige nog wat. Kijk straks van de zomer maar, als de onkruid gaat groeien. En de bloemetjes en de boompjes en de heggetjes, weet je wel. Of er geknipt gaat worden of net wat.